dan nog twee hoorzittingen te gaan. Dan hebben alle kandidaat-bewindspersonen hun eerste kennismaking met de Tweede Kamer doorstaan. Hoewel het nooit echt doorstaan werd. Want het was niet echt lastig voor de toekomstige bewindspersonen. Zag ook politiek verslaggever Mats Akkerman. Van tevoren werd gevreesd dat deze hoorzittingen spektakelpolitiek zouden worden. Vier partijen deden daarom überhaupt niet aan de hoorzittingen mee. In de praktijk waren ze vooral inhoudelijk. En als kandidaat-bewindspersoon het even niet wisten, was het antwoord vaak... Dat is nu nog iets te vroeg om daar heel specifiek over te zijn. Dat moeten we natuurlijk dadelijk met de ambtenaren verder gaan uitdiepen... en in het regeerprogramma verder gaan uitschrijven hoe we dat gaan doen. Want op dit moment was er alleen nog maar een hoofdlijnenakkoord. Hetzelfde geldt voor een aantal maatregelen dat nu in dit hoofdlijnenakkoord staat. En dat totaalbeeld wil ik heel graag hebben voordat ik verdere stappen ga zetten... en voordat ik ook bepaal of dat nodig is. En als het dan over specifieke zaken uit het verleden van kandidaten ging? Ik heb toen dit naar buiten kwam meteen gezegd dat het een privé kwestie is. En waarom heb ik dat gezegd? Omdat het niet alleen over mij gaat. Het gaat ook over de mensen waar ik mee samenwoon. Het grootste deel van de tijd ging het niet over de inhoud... maar over de omvolkingsuitspraken van kandidaat-asielminister Marjolein Faber. Maar tegelijkertijd zien wij dat mevrouw Uitermark de handen ineen wil slaan... met PVV-politici die racistische nazi-theorieën bezigen. Nadat alle kandidaten zich 3 dagen lang in allerlei bochten moesten wringen... om haar uitspraken uit het verleden niet te recenseren... besloot Faber maandag zelf om haar woorden terug te nemen. Ik heb geen enkele moeite daar volledig afstand van te nemen. En dat doe ik dus ook nu. Want zo bedoelde ik het niet. Ik had die termen ook beter niet kunnen gebruiken. Ik geloof niet in een plan of een vooropgezet plan... of wat voor complot dan ook. En mijn partij en ik verafschuwen... alles wat met nazi's en hun ideologie te maken heeft. Ze heeft het voortaan over zorgelijke demografische ontwikkelingen. Vandaag dus de laatste 2 hoorzittingen. Eerst met de kandidaten van het ministerie van Defensie. Ruben Brekelmans van de VVD die wordt daar nu na een bliksemcarrière als Tweede Kamerlid de minister. De staatssecretaris Gijs Tuinman van BBB is een bekende. Hij werkte jarenlang voor Defensie en kreeg als militair zelfs de hoogste onderscheiding. U was steeds daar aanwezig waar het gevaar was. U leidde vanuit de voorste lijn en behield toch voortdurend het overzicht. Zo kon veiligheid voet aan de grond krijgen in een gebied... dat lang in de greep was van angst en terreur. Vandaag eren wij uw dappere leiderschap met de militaire Willemsorde. Major, ik feliciteer u met deze dapperheidsonderscheiding. Als laatste zijn de 3 toekomstige bewindspersonen van het ministerie van Volksgezondheid aan de beurt. Waarvan de belangrijkste en ook wel de bekendste Fleur Agema van de PVV is. En als de minister nu hier zelf zegt dat de ziekenhuiszorg al 1,5 jaar in een permanente crisisstaat verkeert. Hoe kan hij dan niet willen investeren in de ziekenhuiszorg? Waarom staat de ziekenhuiszorg komend jaar dan op de nul? Waarom is er geen geld gereserveerd voor de inhaalzorg? Waarom moeten we de ziekenhuizen dat straks zelf maar weer oplossen? Dit is hoe we haar kennen, want 18 jaar lang was ze de zorgwoordvoerder... voor haar partij in de Kamer. Maar nu zal ze als minister moeten laten zien... dat zij de veranderingen waar ze al jaren om roept... ook echt voor elkaar kan krijgen. En dat zei politiek verslaggever Mats Akkerman. Nou, vandaag dus de laatste hoorzittingen. 9:30 Defensie, 10:30 Volksgezondheid, Agema dus.